Je bent 19 jaar, je speelt bij Jong Ajax, je ziet jongens doorbreken, je wil zelf ook doorbreken. En ja, dan raak je geblesseerd, dat is lastig. Het was helaas niet op beeld, maar net na deze goal van Zian Fleming tegen Almere City kwam Vince Gino Dekker terug in het veld. 14 maanden blessureleed gingen er aan de wissel vooraf. Het zorgde voor een glimlach bij Dekker die nog altijd op zijn gezicht staat. Ik mag niet klagen, ik train weer lekker. Ik heb minuten gemaakt, pijnvrij, dus ja, ik zit er heel lekker in. Spelers zeggen vaak na zo'n blessure, ik voel me eindelijk weer voetballer. Hoe is dat bij jou? Ja, zeker. Ik voel me ook weer voetballer. Ik heb een lange periode niks met voetbal gedaan. Alleen maar gerevalideerd, veel de gym gezien. En ja, dan is het weer lekker als je op het veld staat met die jongens. Dat je weer een balletje mag trappen. Dus, ja. Hoe was die periode voor je? Ja, lastig. Ik bedoel, je bent 19 jaar. Je speelt bij Jong Ajax. Je ziet jongens doorbreken, je wil zelf ook doorbreken. En ja, dan raak je geblesseerd, dat is lastig. Ja, in eerste instantie 6 maanden ongeveer. Het heeft uiteindelijk 14 maanden geduurd. Dus mentaal was het heel zwaar voor mij. Maar mijn ouders en mijn familie hebben mij hier wel doorheen gesleept. Dus, Sla je dan je hele huis kort en klein soms? Nee, maar daar heb ik mijn ouders voor die me natuurlijk opvangen. Maar het is natuurlijk wel moeilijk als je eigenlijk altijd wel speelt. En dat je dan ineens zo'n zware blessure krijgt, dat valt tegen. Ik had ook bijvoorbeeld Joost Leenders, dat is een vertrouwenspersoon van mij, daar sprak ik heel veel mee. Ja, en daar heb ik ook heel veel aan gehad. Dus, Nu de knieblessure voorbij is, kan de linksbuiten weer vooruit kijken. Mijn plan is gewoon fit blijven, dat is het belangrijkste. Veel plezier maken op de training. Weer het gevoel krijgen om voetballer te zijn. En de minuten die ik krijg van de trainer aanpakken en mijn uiterste beste voor doen. Het waren er nu 12, hoe waren die? Het waren mooie 12 minuten. Ik bedoel, ik was aan het warmlopen en de trainer roept me bij 1-0 achter om erin te komen. En net voordat ik erin ga, wordt 1-1. En ja, in de 90ste minuut wordt het dan 2-1 en dan weer zo'n partij. Ja, zo'n gevoel is niet te beschrijven. Dat is zo lekker en helemaal als je 16 maanden geen wedstrijd hebt gespeeld. Om dan in te vallen en dan zo de wedstrijd nog winnen, dat is heerlijk. Dekker heeft de hele jeugdopleiding van Ajax doorlopen en met veel spelers samengespeeld. Zo was hij teamgenoot van 2 spelers bij de volgende tegenstander van Jong Ajax, Go Ahead Eagles. Ja, Mauro Savstano en Sam Hendricks. Want daar heb jij ook mee gespeeld. Ja, klopt. Ik heb een hele korte periode met Sam gespeeld. En met Mauro heb ik eigenlijk mijn hele jeugdopleiding doorlopen. Dus. Veel contact daar nog mee? Ja, via de app hebben we wel eens contact. En hij speelt nu daar, dus ik denk dat hij wel opgebrand is. Ik weet niet of hij speelt. Volgens mij had hij een beetje last. Maar het is een leuke uitdaging. Dekker gaat met Jong Ajax op jacht naar de eerste titel in de Jupiler League voor de club. De ploeg van trainer Michael Reijzer is ontzettend hongerig naar die prijs. Ja, dat is, je merkt het in de kleedkamer, je merkt het aan de trainer. Vandaag ook weer een gesprek gehad in de kleedkamer, hoe belangrijk het is en hoe mooi het zou zijn om in de Jupiler League de kampioen te worden. Dus ja, we doen ons uiterste best daarvoor.